Ja, volgende week powerlifting wedstrijd, Interclub. Dus vandaag de laatste zware voorbereiding daarvoor. Dus ik ga vandaag enkel squat, bench press, deadlift doen. Dan dinsdag nog een relatief lichte training. Beetje recovery en dan zaterdag wedstrijd. Het is een vrij korte voorbereiding geweest na de jeugdwedstrijd. En ik heb gemerkt dat ik toch wel zowel techniek als kracht redelijk al moest terugkomen. Vooral op deadlift en squat. Er zijn ook wat moeilijkheden mee met de combinatie gewichten van powerliften, wat dat eigenlijk wel te verwachten was. Maar dat ga ik op het eind van het flunken een beetje uit de doeken doen. Ik sta er vandaag alleen voor. Lennart moet werken. Dus ja, kijk, ik ben op weg naar Lebbeke. We zijn er bijna. En we gaan ervoor. Krachtkliniek in Herdersem. Beste personal training van heel België. Agenes, beste powerlifting gym in gans België. De zware voorbereiding is het erop. Dinsdag nog een keer lichte training gaan, maar waarschijnlijk zelfs niet tot aan mijn openingsbeurt te gaan. Gewoon zien dat ik de bewegingen allemaal nog eens gedaan heb met redelijke gewichten. Ik ging nog iets zeggen over de moeilijkheden van het combineren met powerliften en gewichtheffen. Waar begin ik? Benchpress. Daar heb ik eigenlijk minste moeilijkheden mee gehad. Ik ben tijdens het gewichtheffen ook gewoon blijven benchpressen en ik heb daar eigenlijk niet echt last van ondervonden. Dus mijn benchkracht zit eigenlijk ongeveer op het sterkste dat ik al gehad heb nu. Ongeveer gelijk. Dus dat is op zich geen probleem. De deadlift ietsje moeilijker, maar het is ook wel in orde aan het komen. Deadlift en een clean pull lijken een beetje op elkaar, maar langs de kant zijn ze ook weer heel anders. Dus toen ik begonnen ben met gewichtheffen, heb ik besloten om even niet meer te deadliften. Dus ik heb een half jaar niet gedeadlift. En ik ben dan een paar weken of maanden geleden op het gemakje begonnen met terug te deadliften. Die eerste deadlifts waren heel awkward. Maar ondertussen zit hun techniek er ook weer in. Ik heb de indruk dat het niet te veel invloed heeft op mijn clean pull techniek. Dus dat is wel oké. Maar ik zou toch ook aanraden als je begint met gewichtheffen te leren van even niet te deadliften. Gewoon om die techniek te kunnen leren en een keer dat die clean pull er goed in zit, dan pas terug begint te deadliften. Maar ik heb de indruk dat mijn deadliftkracht ook wel goed terugkomt. Dus dat is ook oké. Dan het grootste probleem, de squat. Dat vind ik het moeilijkste om te combineren, heb ik nu gemerkt. Toen dan ik begonnen ben met gewichtheffen ben ik overgeschakeld naar high bar squat in plaats van low bar squat. Ik heb veel gelezen dat dat beter is voor gewichtheffen, omdat de manier van zakken
dichter aanleunt bij hoe dat je zakt bij het gewicht heffen. En dat is wat ik nu ook wel ondervind, dat inderdaad wel een belangrijke reden is, als het niet de belangrijkste is. Een high bar squat, allemaal goed en wel, maar je kunt er minder, minder gewicht opnemen dan bij een low bar squat. Dus nu in de voorbereiding voor de powerlifting wedstrijd ben ik terug met low bar begonnen. Dat is nog niet zo lang dat ik daar dus terug mee bezig ben. Ik ben pas low bar beginnen squatten na mijn gewichtheffwedstrijd. Dus dat is nu pas 3 weken of zo. Dus veel heb ik dat niet kunnen doen. Die eerste keer was ook weer een beetje awkward, maar die techniek zit er nu weer goed in. Maar wat ik nu merk, is dat mijn gewicht even ineens weer een pak slechter gaat. Het is precies dat ik voor mijn techniek opnieuw van nul moet beginnen. En als je dat eens bekijkt, is dat eigenlijk wel logisch. Als je kijkt hoe dat je een snatch opvangt, er zit vrij rechtop. Nu, het verschil bij een high bar squat en een low bar squat is voor een groot deel de hoek van je rug. En je ziet hier een high bar squat buigt wel een beetje voorover. Maar als je dat dan vergelijkt met een low bar squat, dat is heel anders. Hè. Met een low bar squat ga je nog veel meer voorover buigen. En daar zit het probleem, want nu dat ik terug gewend ben aan die low bar squat, ik ben nu die manier terug gewend om te zakken. Dus op het moment dat ik een bar omhoog smijt en ik wil die opvangen als snatch, pak ik automatisch die hoek van die low bar squat terugnemen. En dat is het probleem dat ik nu dus heb en dat ik ook had voordat ik de gewichtheflessen in Olympic Gent gevolgd heb. Zoals dat je hier kunt zien, dit was voordat ik die lessen gevolgd heb. Ik vang die een bar op terwijl mijn rug veel te veel, ik leun veel te veel naar voren. En ja, je krijgt die bar dan wel omhoog en je kunt dan wel met gestrekte armen vangen, maar qua mobiliteit voor je schouders is dat heel moeilijk om dat te corrigeren. En dat was in de training waar dat dit filmpje nu van is heel frustrerend, want ik snapte niet goed wat dat probleem was toen. Ik smeet die bar hoog genoeg, maar toch kon ik hem niet in evenwicht houden. Maar nu snap ik het, want ja, als je dat dan vergelijkt met een goede snatch, die een hoek van die rug, dat verschil is enorm, hè. Dus ja, dat is een beetje het moeilijke. Als je goed wilt kunnen gewicht heffen, zeg je best dat je high bar squat. Maar op een low bar squat ga je meer gewicht kunnen pakken, dus dat is dan weer beter voor het powerliften. Dus ja, dat is iets waar ik ga moeten rekening mee houden. Ik zou het graag kunnen blijven combineren, maar dat gaat wel moeilijk zijn, vooral voor die squat dan. Bench en deadlift is wel oké, squat, ja. Nu, momenteel is de timing van de wedstrijden heel goed geweest. Ik heb nu een klein maandje, om mij voor te bereiden op die powerliftingwedstrijd na al mijn gewichtheftrainingen. Dat is weinig. Dat is niet genoeg om sterker te worden op die maand, wel genoeg om die techniek er terug in te krijgen. Dat is nu een maand die een beetje verloren is als je het bekijkt op vlak van gewichtheftrainingen. Maar het positieve is, mijn volgende training is pas begin juli, dus ik heb nog meer dan genoeg tijd om nog te trainen voor die wedstrijd. Dus nu is die timing ideaal eigenlijk. Als dat volgend jaar ook zo is, kan ik dat ook zo doen misschien. Als die timing anders is, ja, dan ga ik misschien wel een keuze moeten maken. Ideaal zou ook zijn, moest mijn een high bar squat gewoon mijn low bar squat kunnen inhalen. Ik weet niet of dat kan of dat realistisch is. We zullen wel zien. Het plan is alleszins volgende week. Powerliftingwedstrijd is normaal gezien de enige powerliftingwedstrijd die ik dit jaar ga doen. Dus de rest van het jaar kan ik vrolijk terug high bar squatten. Geen probleem. En wie weet komt met een high bar squat wordt hij wel zwaar genoeg om die in te kunnen gebruiken op powerliftingwedstrijden. En dan is het probleem ook opgelost natuurlijk. Als dat niet zo is, ja, dan moet ik kijken wat ik doe. Maar goed, dat zijn problemen voor later. Hè. Dus goed, dan zit het er voor mij op voor dit weekend. Nu hebben jullie nog de training van Lennart te goed, dus daar gaan we nu naar overschakelen. Hè.
The next day. Moi. Hey. Mijn hand sliep wel, hè? Mijn ook. Ik zweer het. Ben je klaar? Oké. 3, 2, 1, go! Ja, 202. Ja, 6. Vind voor stopje. Als je onze content leuk vindt, als je het plezant vindt om onze trainingen en onze avonturen te volgen, zal het voor ons heel plezant zijn als je subscribt, like geeft, comment geeft. Dat is een kleine moeite, maar voor ons zou dat echt wel tof zijn. Dat zorgt ervoor dat onze filmpjes gemakkelijker gevonden worden. Voor andere mensen die naar YouTube gaan, zorgt voor meer kijkers. Dat is plezant voor ons. Dus als je het plezant vindt, je weet wat te doen. Merci!